lightning. Post-thunderstorm air always smells nice and fresh. This is because of the chemistry released during the electrical discharge or the lightning. The Eindhoven University of Technology came up with the idea to clean the air with a chemical called ozone. Hoe die chemie werkte, dat was redelijk bekend. Wat we nog wel moesten uitvinden was hoe die ontladingen nou precies eruit zien. Wat zijn de elektronenenergieniveaus in die ontladingen. We hebben ook gekeken hoe kunnen we met elektrische circuits die ontladingen optimaliseren. Hoe kunnen we die, zeg maar, onze wil opleggen. Hoe kunnen we die ontladingen maken die het beste tot luchtreiniging leiden. PhD students from the university were closely involved in the development. The contribution of Agentschap NL was mainly used for knowledge development. We hebben echt gepionierd in elektrische circuits, die heel efficiënt gemaakt en ook opgeschaald naar grote volumes. We hebben ook veel meer geleerd over die elektrische ontladingen zelf, hun eigenschappen, hun gedrag en hoe dat gedrag kan worden gebruikt voor luchtreiniging. The university quickly involved Oranjewoud into the project in order to market the technology. Together they built a demonstrator to show the invention to potential customers. Het principe is eigenlijk heel simpel. We hebben dit soort metalen stripjes met allemaal scherpe puntjes eraan, kammetjes. Hier zetten we hoogspanning op en van al die puntjes krijgen we bliksempjes. En daar hangen er een heleboel van in dit apparaat. Daar kun je die lucht doorheen blazen, een grote hoeveelheid lucht. Die lucht komt in aanraking met die bliksempjes en op die manier ontstaat luchtreiniging. The technology can be used, among other things, for cleaning exhaust fumes in tunnels, ammonia in cowshed and the air in factories. The technology is good for the environment because it involves no use of chemicals and little energy. Oranjewoud also thinks the technology will make it easier for companies to clean air. We zien ook dat we met deze technologie bijvoorbeeld bestaande luchtreinigingssystemen die eigenlijk al overbelast zijn, als het ware kunnen ontlasten. Met eigenlijk relatief weinig inspanning zou je kunnen zeggen. En dus hoeft zo'n bedrijf bijvoorbeeld ook weer minder fors te investeren om toch weer aan die emissienormen te voldoen. Er wordt elders in de wereld ook aan dit soort technologieën gewerkt. Het unieke van het systeem wat hier in Eindhoven ontwikkeld is dat het veel efficiënter werkt. Het is ongeveer factor 10 efficiënter. Dus we kunnen met minder energie dezelfde rendementen halen.